Deze nieuwsuitzending die heet Geen Nederlands, geen Nederlander. Zo. Dit is niet racistisch. Want er zijn ook een hele hoop mensen die geboren zijn in Heer Hugo Waard of een andere buitenwijk van een non-stad. Die het ook niet kunnen. Dat zijn ook geen Nederlanders. Als je geen Nederlands kent, ben je geen Nederlander. Op platgunnings wil ik rekenen tot Nederlands. Frisk ook. Fries. Gewoon een beetje mooi spreken. Limburgs, dat is ook goed. Achterhoeks, geweldig. Twents, Drents. Zwols vind ik ook best. Noord-Nederlands of Noord-Hollands, hè, vind ik ook uitstekend. Plat, helemaal plat. Brabbers, dat vind ik ook prima. Zeels, dat vind ik ook goed. Heb je dat algemeen beschaafd Nederlands? Hè? Wat de koningin dan zo spreekt. Hè? De koningin, die heet tegenwoordig koning. Maar ik weet niet wat dat normaal is. Maar zal wel komen door die vrouw van hem. Koningin Willem-Alexander. Ja. Die vrouw zit me de hele tijd af te bekken. De laatste nog dat ze... Laatst, ik kom jaren terug. Dat hoort ze uit het gezicht, hè. Ja, hij is een beetje dom. Wie is er dom? Hij of... Of hij. En waarom is hij dan dom eigenlijk? Ik weet wel dat Maxima op de foto ziet ze er leuk uit. Maar wil jij in een tweepersoons bed liggen met iemand die net op tv heeft gezegd dat jij een beetje dom bent? Sorry hoor, als ik ergens een slappe van krijg als Nederlander. Een slappe, dat snap je wel hè, wat dat betekent. Een periwinkle. Op zijn Amerikaans dan. Sander Mandepikje. Ja, maar Piri, wat bedoel je dan? Nou, wat ik bedoel is... Je neemt een mannelijke persoon, het mag niet uit hoe oud die is... en die dompel je voor een kwartier onder in een bad met ijswater. En dan trek je hem omhoog en dan doe je zijn zwembroek omlaag. En wat er dan tussen zijn twee dijen hangt... Hè, dat is een periwinkle. Een slaap Janus. Een slappe lul. Een ijsbad krijg je geen rechtopstaande jonge heer. Gaat goed, hè, met mijn Nederlands. Weet je niet? Ik ben er ook echt mee aan het werk, hoor. En dan hoopt de Kia dat het kost me. Geen Nederlands, geen Nederlander. En dan maar met de Kia erbij, hoor. Het doel heiligt de middelen, zou ik zeggen. Nastrovia. Dat mag je tegenwoordig op zijn Nederlands ook zeggen. Dat is ook iets van Nederlanders. Wij praten het beste Engels van alle volkeren. Ja, bij de laatste telling. Ja. Mijn dochter die kan zelfs British. En dat American, zo. En ik weet het verschil. Ja, ik kan wel... Als mijn dochter zo British gaat praten, dan denk ik... Oh, ik ben British aan het doen. Maar ik kan het niet nadoen, hoor. Ja, zij heeft dat met de paplepel ingegoten gekregen. Door een firma die heet internet.org of .com. Ja, dat ligt eraan wat voor taalmodule je hebt. En Nederland is een cool land, hoor. En taal dus ook, hè? Wist je dat Nederlands, dat... Nu ga ik even echt lopen opscheppen, hè? Je hebt Umberto Eco. Dat is een Italiaan. En die heeft dan die romans geschreven. En die vind ik pompeus. Je hebt een boek dat heet de... In de naam van de Roos. Ja, In the Name of the Rose.
In de naam van de roos, dat is van hem. Dat is verfilmd met Sean Connery. Ongelooflijke katholieke, nee, een kut. Ja, anders moet je zeggen katholieke kutkerk, dat is ook Nederlands. Maar iets korter is de katholieke kerk. Je weet wel, met die kleuternakers. Altijd weer, bekijken. Iedereen neukt wel een beetje een kleuter. En waarom moet iedereen zeuren over de katholieken die dat doen? En trouwens, we hebben toch schadevergoeding betaald? Ja, maar die homo's, die zitten iedere zondag zo. Zo'n stok, en dan moet je, iedereen moet er geld in stoppen. En dat is voor de schadevergoeding voor... Ja, zo lus ik er ook nog wel drie. Umberto Eco, die heeft dus In de Naam van de Roos geschreven. Ik zou het boek niet. Ik zou die film zou kijken. Ja, dat wel. Dat is wel leuk. Wat heel mooi is dat Sean Connery dan ergens zegt. Van kijk, het volk is slecht. En daarom dient de katholieke kerk veel geld te hebben. Zegt hoor. Dat heeft Umberto Eco even geformuleerd. Want iedereen vraagt zich dat af, hè? Want hoe kennen het nou dat die katholieke kerk, die hebben al die gebouwen, al die landerijen. En al die lekkere jonge jongens en die kaalgeschoren wijven. En wij zijn zo arm als de neten. Ja, dat komt omdat het volk zo slecht is. En ja, iets van des te armoediger de voetballer, des te rijker de familie der scheidsrechters. Zoiets. Ja. De arme voetballers die hebben geen geld voor een scheidsrechter. Dus dan moet de scheidsrechter heel veel geld hebben. Zoiets. Een logica die niet klopt volgens mij. Als Umberto Eco, die heeft ook het boek geschreven De Slinger van Foucault. Dat is op zich een leuk natuurkundig fenomeen. Als je een slinger ophangt, dat is echt waar hoor. Moet je een lang touw hebben, een beetje wrijvingsvrij moet dat hangen. En dan breng je die slinger uit balans en dan gaat hij heen en weer. Dan gaat hij van oost naar west en van west naar oost. Maar dan wacht je. Wat is het dan? Ja, 12 uur of zo. En dan gaat hij van noord naar zuid en van zuid naar noord. En dan gaat hij 12 uur later weer heen en weer. Maar zoiets. Wat grappig hoor. En de slinger van Foucault, die kon ik tweedehands krijgen. Dat heb ik maar gedaan. Dat kostte €3,50 of zo. Maar toen was ik op pagina 4. Denk je, houd toch op. Heel pompeus. Ik weet ook van dit en ik weet ook van dat en ik weet ook van zus. Denk je, ja, dat weet ik ook allemaal. En waar gaat deze roman nou over, meneer Umberto Eco? Met je slinger van Foucault. Nou, gaat helemaal nergens over volgens mij. Alleen maar opschepperij over de vreselijk uitgebreide algemene kennis van Umberto Eco. Of Eco op zijn Nederlands. Umberto Eco. Is heel erg groen is die man. Is ongelooflijk Eco. Ja, die heeft een boek geschreven. Dat heb ik in het Engels gehad. Dat ben ik kwijt. Maar dat is ook niet zo erg. Dat is wel een leuk boekje. Ja, dat kunnen we even hebben van mij. 9,50. En dan af te halen in Café de Wacht. En met verzendkosten erbij. €25. Leuk boekje. En dat boek heet... De zoektocht naar de perfecte taal. En dan in het Engels. In search of the perfect language. Of the search. Maar ik dacht in search of...
In Search of the Perfect Language. En dan komt het Hebreeuws komt aan bod en dat verliest dan. Dan komen andere talen komen aan bod en dat is dan ook helemaal niks. Latijn wordt helemaal afgesabeld. Dat doet niet eens mee, man. En de taal die je uiteindelijk wint, dat is de taal van de I Ching. Dus vraag of je dat een taal kan noemen. Heb je 64 karakters. Plus de bewegende lijnen. Heb je ook nog. De derde, ja, de I Ching, dat is zo'n boekje op zich. Wel leuk hoor. En nummer 2, dat is Tao Tans. Nederlands noemen we dat. Nederlanders zijn de langste mensen van deze wereld. Hoor. Wij zijn langer dan Zweden en Denen. Niet heel veel langer. En je hebt ook negers die ontzettend lang zijn. Maar in het algemeen gesproken zijn wij de langste. Dus onze kleintjes die zijn even groot als een gemiddelde... Die heet ook kleine mensen trouwens. Nou ja, pygmee, maar dat is een scheldwoord. Zo heten ze niet. Ze heten iets van kleine boskabouters. Dat is hun officiële naam. Ja, wij zijn een stuk langer dan die kleintjes. Niet dat we slimmer zijn of beter zijn of zo. Helemaal niet. Die mensen opereren anders. Wij zitten te veel in onze taal, dat wel. Maar wij spreken Nederlands. De taal der titanen. De taal der reuzen. Riesen, als Duits. Die sprache der Riesen. Dat is Dietz. Of Tuitans. Tuiton heeft te maken met Grieks. Titan. Een titan is een. Dat is geen tiran, maar is een titan. Een reus. Is dat niet een. Ook de naam van een of andere maan. Van Saturnus. Of Jupiter of zo. De sirene van Titan. Laat ik het even opzoeken. Het is een leuk boek, man. Ook goed in het Nederlands vertaald. De is Engels. Is op ja. Ik heb het in het Engels gelezen. Wij Nederlanders kunnen ongelooflijk goed Engels. De Titans. Nee, de Sirens. De Sirens of Titan. Ja, Kurt Vonnegut. Sirene of Titans. Oh, leuk. Dat is gepubliceerd in 1959. Dat is een geweldig boek. Echt wel een. Zullen mensen gaan krijzen? Ja, dit is predictive programming of zo. Hij is vorst van de CIA. Ik vind hem wel een leuk boek. Ja, Titans. The Sirens of Titans. Het gaat over. Ik zal het toch even voorlezen. Op zijn Engels, hè? The Sirens of Titan. Largely deals with questions of free will, with multiple characters being stripped of it, and the revelation that humanity had been secretly manipulated for millennia for an inane purpose playing major roles in the story.
Maar dat is in één. Pak ik even Translate met Google erbij. Hoppakee. In één. Zinloos, oké. Okay. Dus dat is dat. Ja. Dus de mensheid wordt in het geheim gemanipuleerd voor millennia. Voor een zinloos doel. A Titan, zo kom ik erop. Dat is Nederlands. Hij heeft het geschreven in één nacht, zie ik hier staan. Ik heb het gelezen in één nacht. Ik had geen zin om te gaan slapen. Wel wat te drinken erbij. Uiteindelijk heb ik melk gedronken met koekjes. En toen werd het licht en toen had ik het uit en ben ik gaan slapen. Mooi boek. En Nederlands is de Tuitoons. De taal der reuzen, de titanen. En dan wordt er gezegd dat Nederlands zo moeilijk is. Dat is helemaal niet waar. Neem die frase. Dan wordt er gezegd dat Nederlands moeilijk is. Dan zeg je, er wordt gezegd dat Nederlands zwaar is. Dat is helemaal niet waar. Dus Nederlands is eenvoud. Dialecten zijn prima te verstaan, hoor. Alle Nederlands geoudingse talen. Jij 3 maanden in Noorwegen met een Nederlandse achtergrond? Je kan onderhandelen over de waarde van een stokvis. Noors, dat lijkt heel erg op Nederland. Bij Fins rijden over de grenzen, dat is niet te vergelijken. Ik kan ook geen hond leren hoor, Fins. Helemaal niet vriendelijke taal. Helemaal niet een vriendelijke taal. In het zuiden van Finland heb je die eilanden, dus onder Helsinki, die hoofdstad. En daaronder heb je allemaal eilanden. En daar spreken ze een eigen taal. En in die taal is hel hetzelfde als in het Nederlands. Namelijk hel. Hel, dat betekent niet hemel en hel. Ja. Maar hel heeft bij ons nog een betekenis. Hel verlicht, bijvoorbeeld. En die taal hebben ze dan ook. Heb je zo geleerd. Ja, Frans kunnen we ook. Ik zou het niet willen als ik jou was. Voor hetzelfde. Ja, straks praat je nog Frans ook. Maar gadverdamme. Ik vind het altijd wel prettig om in Frankrijk... dat ik mijn pression kan bestellen. Wat zeg je nou ook weer? Je... Je voudrais le... Oesters, of witrus is dat dan. Je voudrais 12 witrus et lala. S'il vous plaît. Vind ik ook leuk om gewoon s'il te zeggen. Wat een gezeik van die Fransozen. Van ja, als je het niet goed uitspreekt, dan verstaan we je niet. Dan gaat er weer maar. S'il vous plaît. Rien ne va plus. En nu
Marché, garçon. Je avais les monnaies. I got the monies. Ja, dan gaat zo'n Franse garçon, die gaan wel hollen. En we hebben een groot taalgoed. Zo. Mag je zuinig op zijn. We zitten er midden tussenin. We kunnen Duits. Hier in Arnhem, hè? Daar komen die Duitsers. Net alsof Adolf Hitler nog aan de macht is. Hè? Komen die Duitsers weer binnen. En een beetje in het Duits lopen bestellen. En die worden in het Duits afgerekend. Hè? 4,50 euro. Bieter. En die Duitsers die hebben geen euro's. Die hebben alleen maar teuro's. Teuro's. Ja, het ziet er hetzelfde uit. Het is een wettig betaalmiddel. Ja, kijk, als Duitser hoef je echt geen Nederlands te leren, hoor. Dat slaat nergens op. Ik vind het wel leuk als een Duitser het doet, hoor. Ze hebben zo'n schattig accent, hè. Echt wel super tol, hoor. Of moet je zeggen super geil, hè? Een Duitse vrouw die Nederlands probeert te spreken. Jeetje, man. Ik vind het mooi, hoor. Ik ken ook een... Ja, ik hou niet zo... Ik ga niet meer met vrouwen om of zo. Ja, ik ga er wel mee om, maar... Vriendschappelijk. Ja, ik ken zo'n vrouw. Die komt uit Duitsland. Die heeft een heerlijk accent. Maar wij Nederlanders kunnen... accentloos Duits. Accentloos Italiaans ook. Ja, ik niet, maar ik wil het ook helemaal niet. Die Duitsers mogen best weten dat ik een moeras Duitser ben. Ik ben het gewoon, heb je. Aber was bist du dan, mijn broeder? Ja, ik ben een Sumpfdeutscher. Ah, een Sumpfdeutscher. Yes. Zeg dat nou? Is toch de moor of zo? De swamp. Nee, swamp. Swamp Dutch. Ditch. Dutch. Swamp Dutch. Swamp German. De moeras Germaan. Ja, we zijn beter in Engels altijd geweest. Die Duitsers die keken ook. In onze tijd, toen ik dan klein was, hè, dat kan je niet voorstellen, maar ik was ooit een ongelofelijke zeurneus. Denk je, hoe kan het nou, Perry? Jij bent zo aardig tegenwoordig. Hoe kan je vroeger nou een zeurneus geweest zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Jong geleerd, oud niet gedaan of zo. Vroeger was ik een zeurneus. En wij keken naar de tv. En hadden wij Nederlandstalige ondertiteling. En dan keken we naar die Cowboy films. En dan die Duitse jongens. Die kregen nagesynchroniseerd. Nee, want die konden geen Duits lezen. Ze moest alles in het Duits voorgekauwd worden. Nou. Het schijnt tegenwoordig iets beter te gaan, hoor. Die Duitse jeugd ook een beetje Engels leert. Maar ze lopen nog steeds achteraan, hoor. En wij moeten die Duitsers ook nog steeds leren hoe ze moeten voetballen. En helaas winnen ze dan iedere keer als ze van ons weer les gekregen hebben. Moet ook nooit meer voetballen tegen Duitsers. Gewoon maar stoppen. We leren ze alleen maar kunstjes en dan krijgen wij op de kloten. Of voor de kloten. Hey, voor de kloten. Dat lijkt me toch beter Nederlands. Ik heb ook eerst gelezen in al die... Want ik ben ongelooflijk bekend met al die samensweringstheorieën. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Ik weet er alles van. Ook al die onzin. Het meeste is trouwens Engelstalig. En Nederlandstalige samensweringswebsites. Ja, hou maar op. Niburu.com of zo. Die schijnt dan... En Micha Kat vind ik ook... Nee, de enige die ik leuk vind, dat is Mira van Talk to Mira. Maar die doet geen publicaties meer. Ja, af en toe nog met mij. En dan...
moeten we wel heel erg lachen. En Mira vind ik wel leuk. Die vind ik wel tof. Ook dat Mira tegen mij zei, we kunnen het overal over hebben, maar niet over de aanslagen van 11 september 2001, want dat kost me gelijk 30% van mijn luisteraars. Want in die dagen had ze echt een views, jongen. Ja. Misschien als ik een uitzending maak met blote tieten, geile meiden en seks boven de 18 voor 8 jaar en plus. Dat je dan nog een beetje in de richting van wat Mira dan trok in die dagen. Ja, daar heb ik ook geen zin in. Ik zou niet weten hoe ik een uitzending over seks moet maken. En vooral niet met beelden erbij. Nee, man. Maar die vind ik nog wel leuk. En voor de rest, hij heeft Johan Oldenkamp. Ja, laat maar zitten. Gewauwel over numerologie. Vegetariër dat hij is. Die heeft wel een hoop uitzendingen gehaald. Dat was een mooie titel. Het gelijk van Johan Oldenkamp. Nummer 1, nummer 2, nummer 3 en nummer 4 of zo. Die worden nog wel bekeken. Ook alweer een paar jaar geleden gepubliceerd. Ja, en dat vind je dus in die samensweringstoestanden ergens op Amerikaanse of Australische site of zo. Dat de redders van de wereld, dat zijn de Nederlanders. Ja. Maar dan moet je wel Nederlands kunnen. En geen Nederlands, dan heb je geen Nederlander meer. Als iedereen een beetje Marokkaans gaat praten, en Marokkaans is best simpel. Want dan heb je geen onderscheid tussen die en dat. Het is allemaal die, of allemaal dat, maakt niet uit. Die en dat doet er niet toe. Het en een, de en het, de en het, dat doet er allemaal niet toe. Die en dat maakt niet uit, de en het maakt niet uit. Die meisje gaat met die jongen naar die feest, in die steeg, in die dorp. Ra, 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 waar staat er de foute die? Nou, die meisje, dat is dus fout. Is dat meisje. En die jongen, dat is goed. Die feest, dat is niet goed. Het is dat feest. En die dorp, dat zeg je ook niet. Dat dorp. Of het dorp. Het feest in het dorp. Of dat feest in dat dorp. Dat kan ik ook zeggen. Maar niet die feest in die dorp. Niet. Nederlands is superieur. Geen onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk. De man en de vrouw. Hebben andere talen ook wel, hoor, in minder, of meer of mindere mate. Maar het Nederlands heeft het heel mooi. Ook dat wij het woord vrouw gebruiken. Wijf. The male, the wife. Hebben ze in Engels dus ook, hè? The male, the female. Maar Frans is dan weer le homme. Et la femme. Ja, dat is niet nodig. Het is een verspilling van je woorden, hoor. Maakt taal te ingewikkeld. Het station en de trein. Papa, waarom gaan we naar het station? Nou, omdat we de trein moeten halen. Ja, maar waarom heet het dan het station en de trein? Ja, daar moet je even over nadenken. Je komt er vanzelf achter, hoor. Het is de tent en het huis. Dus een tent kan je meenemen en een huis niet. En een trein kan je meenemen en een station niet.
Het is maar ongeveer vage aanduiding. Het is wel een mooie metafysische taal, hoor. Ik sprak... Ik mis hem wel een beetje. Ali heet hij. En die runde een tent. Dat was... Voor... heb je het over jaren terug, hoor. Het heette de Asia-bar. En naar verluid, dat weet ik ook niet zeker, maar het zal wel kloppen, werd daar heroïne verhandeld. Toen is er gedoe geweest met een schietpartij en de politie kwam erbij. Toen ging het dicht. En die man die zat in de gevangenis. En zijn vrouw die heeft de boel weer open gedaan. Maar dan zonder heroïnehandel. En dat heette het Café de Engel. En toen kwam ik. Heb ik daar gespeeld. Met mijn band. Elke eerste zondag van de maand. Dat is een leuke tijd. Nou, toen kreeg die vrouw die kreeg een Surinamer als man. En dat ging weer uit. Toen kreeg ze een Ier. Of was dat voor die... Nee, eerst... Anyway, de hele boel ging naar de Huppeltje Pup. Dat ging allemaal niet meer. Toen werd het een andere, een uitbater. En die had een ongelooflijk stomme naam. Heette het Zib. Dat was een afkorting. Het heette Zin in Bier. Ja. Ik heb vanavond Zip. Ja, dat is allemaal. Dat vond ik niet zo'n goede naam. En toen kwam Ali. En toen heette het... Café 62. En Ali had bedoeld café 62. Hij wilde een café. En 62, dat is de postcode van het gebied in Turkije waar Ali geboren is. Ik heb ook nog een keer gevraagd aan Ali, van hoe zie jij je toekomst? Hij staat er maar achter de bar, weet je, de oude hoeren met vervelende mannen zoals ik. Wat is jouw toekomst, jongen? En Ali zei tegen mij, nou, een beetje sparen. En, dan ga ik terug. Naar 62. Ja, zei ik tegen hem. En oké. Okay. Maar punt 1, is dit dan een café? Los van het feit dat er café staat. Het is dan Frans of zo? Hè? En een café, dat is een locatie waar je aan een tafeltje kan zitten. En dan zeg je, garçon, de pression, s'il vous plaît. Dat is bediening aan de tafeltjes. Maar... Dat doe jij helemaal niet. Je moet hier aan de bar komen hangen. Dus dat had moeten heten Bar 62. Dat snapte Ali niet. Ik zei ook nog van ja. Hij zei hou op over die diakriet. Nee, hij wist ook niet dat het diakritisch was. Maar hou erover op, want ik weet het wel. Het zat overal. Hè? En niet alleen de gevel met de café. Dus met E-leven. Dus je hebt accent Q. Dat is toch de E. En dan heb je accent grave. Dat is E. Dat is die harde. Van café. Dat is linksonder naar rechtsboven. En dan heb je van linksboven naar rechtsonder. Dat is E. Dat is een café. 62. Dat staat overal, man. Ali zei, hou je mond. Ik weet het ook wel. Het leuke was, Ali die gaf les aan Turkse jongens, meisjes, kinderen. In Turks dan, hè? Was hij aan het werk. Of aan het werk, ja kom op, zoveel drink ik ook niet, hoor. Ik zat mijn glas jenever vol te houden. En die was bezig in het boekje. Ik zei, hey Ali, wat doe je, man? Hij zei, ik ben les aan het voorbereiden. Stoor me niet. Ik zei, wat voor een les? Ja, hij zei, Turks. Oh. Kijk, dat hij Turks kan, ja, dat lijkt me nogal wie. Dus hij komt uit Turkije.
Dat je lesgeeft in Turks? Ik zei, wat leuk. Dan zei ik, Ali. Oh ja, hij heeft mij Turks geleerd. Een Nederlands woord. Als opticien. Op z'n Turks hebben ze dat niet nodig. Je hebt het woord voor oog. Dat is dan oog, zullen we zeggen. Dan heb je het woord voor bril. Dat is dan... dat noemen ze ding. Dus wij zeggen bril. Maar op z'n Turks heb je dat niet nodig. Dat heet een oogding. Super simpel. Een oogding. Ja, oké. En iemand die dat aanmeet, waarvan je een oogding krijgt, die heet een oogding meneer. Die ogen zitten zo in elkaar. En als iemand die een gehoortoestel aanmeet, dat heet een oording meneer. Verder verstout ik me niet aan de correcte uitspraak van de Turks, maar zo zit de Turks opgebouwd. Okay. Ik zeg, nou, dan ben ik wel benieuwd, Ali. Hoe klinkt dan de openingszin van Den Uitvreter in het Turks? Nou, hij was niet op de hoogte van dat essay. Nou, dat hoeft ook niet. Maar kennen jullie dat? Die man heeft gepubliceerd onder een pseudoniem. Dat betekent een geheimnaam. En die naam is Nescio. En dat is Latijn. En dat betekent... Weet je dat? Weet je wat dat is? Nescio. Je hebt audio. Dat betekent ik hoor. En je hebt video. Dat betekent ik zie. En Nescio. Dat betekent ik weet het niet. Nescio. Rianne Faplu of zo. Ik weet het niet. Dat is Nescio. Een leuke schrijver. Dat boek Den Uitvreter, het is echt leuk. Of een boekje, dat is een essay. Opstel. Ja, die openingszin, die is geweldig. En die gaat als volgt. Hè? En Ali staat helemaal klaar, hè? Want hij komt toch Turks en nou, zit hij in die lullige tent. En, oh ja, en er werd cocaïne. Ali had de boel goed onder controle. Die dronk geen alcohol. Die rookte geen tabak. Die rookte geen wiet. Die snoof wat cocaïne en voor de rest niet. Hij is ook niet echt dik. Hij heeft een leuke vrouw. Ja, een mooie vrouw. Een mooie dochter. Zo. Wel een womanizer, hoor. Maar dat verleert hij ook wel met de jaren. Ali helemaal, gespitste oren. Kom maar op met die zin. Ik zeg, nou, dan komt hij, jongen. Ben je er ook klaar voor? Behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond... heb ik geen wonderlijker kerel gekend dan Den Uitvreter. En Ali kijkt me aan en die zegt... dit kan je niet vertalen in het Turks. Ja, daar gaan we dan. Terwijl iedereen weet waar ik het over heb. Want behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond... en die ken je toch wel, die klootzak. Hoe kan je de Sarfati-straat nou mooi vinden? Ja, dit is de mooiste straat ter wereld. En waarom dan? Ja, dit is de Sarfati-straat. Ja, waarom dan? Ja, die ligt langs het Sarfati-park. Ja, maar waarom is het de mooiste straat ter wereld dan? Nou, omdat ik net te gek ben. En behalve die kerel... dan was er nog één. Die was... ja, niet zo gek... als die man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond. Maar voor de rest, geen wonderlijke kerel, hoor. Dan Den Uitvreter. Ja, leuk boek. En het is echt een heel leuk geschrift. Het is erg leuk om voor te lezen aan je kinderen.
leer je kinderen ook een beetje Nederlands. Want geen Nederlands, geen Nederlanders. Neske, jou, wat kost dat nou? Ik heb het hier liggen, hoor. Ik denk nog, ja. €75. Maar dan wordt het bij je thuis afgeleverd. Moet je wel wonen binnen een straal van 20 kilometer. En daarbuiten is het dan iets duurder. Maar heb je wel een mooi boekje, hoor. Ik kan precies de leuke pagina's zien, want die zijn dan besmeukt of beduimeld of zo. Daar staan de leuke stukjes. Leuk voorlezen, man. We hebben ook hele goede vertalingen. Een boek als Het Postkantoor van Charles Bukowski. Die heb ik ook hier. In het Nederlands. Oh, ik heb ook Vrouwen van Charles Bukowski in het Nederlands. Dat is wel vies, hoor. Wel een vies boek. Maar ja, het gaat ook over vrouwen. Ik heb ook nog die andere. Dat is ook een heel vies boek over seks. Ja, het gaat over seks. Weet het ook alweer? Hou van mij of zo. Nee, ik hou van jou. Je t'aime. Stronger and stronger. Nederlands is geweldig. Dat is de, hoe zeg je dat? Dat is de hub. Het knooppunt der talen. Je leert je kind Nederlands. En het kan Engels, Duits, Noors, Frans. En natuurlijk Achterhoeks, Limburgs. Belangrijke frase in het Zeeuws is... Ik spreek toch geen Frans of zo? Ik spreek toch geen Frans? Als iemand dat zegt, dan heb je niet goed geluisterd. Het mooie Nederlands, lekker direct, man. Oh, die werkwoord vervoeg had je niet nodig. Spreek toch geen Frans of zo? Wil ze de bek houden of mokker op slon? En sommige mensen het nodig, hè, dat de bek even dicht wordt slot. Dat hun een beetje weten dat hun de bek moet houden. In gezelschap. Gegooid maar een biertje op uw eigen kormer zitten en slaplopen ouwe hoer als de periwinkel, want die kennen we uitzet. Kan je nu ook doen, hoor, je pauzebutton. Huppakee, hoor je mij niet meer. Dat is Nederlands, man. En die conspiracy sites die beweren dan dat de revolutie, die komt uit Nederland. Dat kon wel eens waar zijn, man. Kijk, die Duitsers, die hebben een hele stapel filosofen. En wij hebben allemaal van die importlui. Baruch de Spinoza, maar dat was een Portugese Jood. En nog René Descartes gehad, maar dat was een Franse hugenoot, maar dat is dubbel op. Was een Franse Calvinist, dat moet ik zeggen. Een Franse Calvinist, dat is ook geen Nederlander. Wat schreef hij ook weer? Ik kan twijfelen. Nee, dat zei hij niet. Ik heb... ja, die afleiding, hè? Van cogito ergo sum. Ik twijfel nu. Twijfelen. Is... wezenlijk. Want ik twijfel. Twijfelen, dat is een denkgebeuren. Je gaat mij niet zeggen dat mijn lichaam twijfelt. Nee, ik twijfel. Die ik, dat denk dus. Want ik twijfel. Huh? Domme mensen, die twijfelen niet. Die weten in één keer, oh, ik ga links. Oh, mijn kop gaat eraf. Nee, dat is jammer.
Wanneer mag ik reïncarneren? Oh, dat kan niet. Oh, nou ja, dan niet. Oh, dat moet dood. De twijfel is een voorwaarde voor het zoomen. Zo heeft René Descartes afgeleid. Cogito, dat betekent ik denk. Ergo, dus, zoom. En zoom is dan ik ben. Cogito, ergo, zoom. Maar dat was een Franse. Een Fransoos, man. Een Calvinist. Ja, dan nog. Dat is geen Nederlander. Hebben we ook nog hier gehad, die importfilosoof. Krishnamurti. Niet dat, ik vind Krishnamurti reuze aardig. Maar dat is niet ons erfgoed. Krishnamurti, die kwam uit India. En, heb je ook nog hier gehad, die man Maharishi Yogi. En die zat in Flowdrop. Dat is in Limburg. En die man zo, ja. Yeah. Flowdrop. Malloot dat die was. Stroming. Die valt. Ja, dat klopt. Ja, heeft hij wel gelijk in. Dus flow drops. Dan gaat die man in flow drop zitten. En daar transcendentale meditatie verkopen aan goedgelovige boerinnen. En stadslui. Niet te vergeten Inayat Khan. Van de. Ik weet zoveel. Ja, dat komt door het Nederlands. Hè. Zo'n ordelijke taal. En dan krijg je een bak kennis, jongen. Ik geloof dat de katholieke kerk verantwoordelijk is voor de Koran. Al de gezeik naar mij. Iedere dag je vrouw slaan. Aha, ha, 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 ha. Maar binnen dat hele gedoe met die Mohammedanen en gachemakekel, en heb je ook een poëtische. Die mensen die zijn dan veganistisch. Ja, iedereen loopt in jellabas. Het is allemaal wel leuk, denk ik. Hoor. Soefisme. Die man die zat in Den Haag. Krishnamurti zat in Ommen. Ommen is vlakbij Zwolle. Bovenin. Heel landelijk. We hebben Krishnamurti in Ommen gehad. René Descartes zat in de Achterhoek. Dat zat Baruch de Spinoza. Waar zat die? Zat die in Amsterdam of zo? Was een lenzenslijper. Dus een brillenmaker. Een oogding, meneer. Op z'n Turks. Nee, een oogding, ding, meneer. Want een oogding, dat is een bril. Maar de lens is dan een oogding, ding, denk ik. Een oogding, ding, meneer. Dat is een. Ja, precies. Heb je ook nog die monturenmakers? Dat is ook een oogding, ding, meneer. En dan moet je dan. Wat is een montuurmaker op zijn Turks? Wordt dan een oogding, ding, kneed, meneer. En een lenzenslijper is een oogding, ding, slijp, meneer. Ja, dat is op zijn Turks. Wij Nederlanders hebben daar geen last van. Eigen filosofie hier in Nederland? Helemaal niet. Erasmus heb ik nog gehad. De lof der zotheid. Dat was wel leuk. Erasmus heeft ook een stuk van de gejatte geschriften. En het heet dan de ontvangen geschriften. Nee, het zijn de gejatte geschriften. Die katholieke kutbabyloniërs. Nee, je moet zeggen op zijn Nederlands geen overbodige woorden zeggen. Die katholieke Babyloniërs, die hebben onze geschriften ingepikt.
in het Latijn gezet wat geen hond begrijpt. Nou, Erasmus heeft geholpen om de gejatte geschriften alsnog in het Nederlands te zetten. Niet helemaal hoor, maar stukjes. Nou, dat was ook wel mensen behoorlijk pist over. Maar voor de rest, ik zou het niet weten. Sieger van Brabant, dat was een Belg, maar dat was een katholiek. En hebben we nog Thomas van Aquino, dat was toch ook... Nee, dat was helemaal niks. Dat was geen Nederlander, man. Ik zou het niet weten, hoor. Maar aan het begin van de 20e eeuw, ja, toen werd het lach, hoor. Wij Nederlanders, we hebben ook een hard time gehad met die katholieken, in het echt dan, hè. En dan komt zo'n René Descartes, dat is een hugenoot, een Franse Calvinist. Die komt hier naartoe vluchten. Ja, hier lieten we hem met rust. Ja, er zijn mensen die hebben zo hun bedenkingen tegen Calvinisten. En ik niet echt hoor. Ik hou niet van protestantisme. Ik ben een fundamentalistische christen. Ik wil eigenlijk helemaal... Ik wil de mensen de Bijbel lezen en dan moeten de bek aan. Lees de Bijbel en gedraag je ernaar. Een homo. In de slechte zin van het woord dan. Dat is wel geinig, man. Maar dan vlucht zo'n Calvinist hier naartoe. Ja. En hier is hij dan veilig. Ja. En wij doen er verder niks aan. We hebben het katholicisme verboden. Dat is ook een heel gezonde gewoonte. Zijn we ook verleerd. Ha, 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 ha. Wat gaat het goed met Nederland. Tegenwoordig mag katholicisme, dat mag weer. Hè? Dus iedereen is atheïst of LGBT'er. Zoiets. We hebben lesbisch, gay, biseksueel en dan... Van die lichaamsjankers. Van ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Ja, ik ook, by the way. Ik ben ook geboren in het verkeerde lichaam. Ik moet naar het Rijn stuiten. Het Rijn... Ik kan die naam bijna niet uit je bek krijgen. Ik moet naar het Rijn... Het Rijn stuitende museum. Zo heet dat. Maar ze noemen het anders. Ze noemen dat het Rijnstaten. Ja. Ziekenhuis? Ik wil dus niet naar het ziekenhuis. Want dan gaan ze vertellen dat je ziek bent. Want anders, waarom ga je anders naar het ziekenhuis? Ik wil wel naar het ziekenhuis, maar dan wil ik punt A, beschikken over een uitstekende gezondheid. En punt B, een reden hebben, zodat ik kan zeggen, ik ben slechts op bezoek. Ik ga toch niet naar het ziekenhuis, maar ik zou naar het ziekenhuis kunnen gaan. Hè? De Rijn lijken, wat ik nou hier bijgelegd wordt. Dat ik zeg, ik ben geboren in het verkeerde lichaam. En dan laat ik zo een foto zien van Arnold Schwarzenegger. Dat is het lichaam waarin mijn geest geboren is. Ja, wie wil er niet uitzien als Arnold Schwarzenegger? Ja, een verkeerde lichaam, man. En die transgenders, die doen het dan wel, hè? Die gaan naar het Rijnstaten Bijlegmuseum en zeggen we, kijk, met zo'n foto van Miley Cyrus. Kijk, in dat lichaam. Ja, dat krijg je met die katholieken. En wij Nederlanders hebben het katholicisme totaal verboden. Hoppakee, afgelopen ermee en ze zaten onder de rivieren, want als ze er overheen zouden komen om hierboven een beetje carnaval te gaan lopen vieren, ja, dan krijgen ze de Batavieren. Dan gaan wij even vieren. A la Bata. Echt betterment, man. Ooit waren wij een heel trots volk, hoor. Hij ramde die jokers van de paus gewoon terug onder de rivieren. En van, ga daar maar een beetje carnaval lopen vieren en de buurvrouw zwanger maken. En dan was het ook weer Daddy.
Even zien. Hoe is dat nummer van die... Nu slaat de Korsakoff toe, hoor. Wat is het nou? Annie. Zo was het, ja. Annie. I'm not your daddy. Of zoiets. Shame and scandal in the family. Oh, it's me. Ja, dat zijn die katholieken. Stelletje sodomieten. Ik heb alleen maar geneukt met de buurvrouw tijdens carnaval toen ik heel erg dronken was. En het was wel in een modderige omgeving. Ja, vind je het gek? Als je een feest gaat vieren ergens in februari, homo. Ik haat katholieken. Stomme volgers. Vind ik. Dit vind ik helemaal niks. Maar wij Nederlanders hebben toegezegd. Ja, oké, allemaal leuk. Je mag best naar de kerk, maar geen katholicisme. Nee, we gaan niet het lichaam van Christus Jezus iedere maand een beetje oplopen vreten. Dat is cannibalisme. Nee, dat is transsubstantiatie. Nee, homo, dat is dat je deegballen, gedingen, tussen harde platen die verheerd worden. En dan ga jij zeggen, dit is het lichaam van Christus. Godverdamme. Als je toch een beetje katholiek wil zijn, dan nodig al die Indo's uit. En maak een lekkere saté met een goede hete pindasaus. En zeg dan, dit is het leven, het lichaam van Christus. Vreten, maar dan heb je wat te eten. Maar niet met zo'n ouwel. Ja, okay. In die tijd was het duidelijk, hè? Toen waren de Nederlanders nog slim. Je mocht wel naar de kerk, maar geen gekke dingen doen, hè. Maria Verering staat niet in de Bijbel, doen we niet aan. Sacharistie, huppeltje pup, eucharistie, absoluut niet, staat niet in de Bijbel, dat doen we niet aan. Ja, maar toen waren we streng. Ja, en met reden. En halverwege de 19e eeuw ging het helemaal fout, die katholieken hebben gewonnen. Man. Die hebben er een partij poen in geflikkerd. Gingen ze kathedralen bouwen, basilieken. Die vrijmetselende homo's erbij. In de slechte zin van het woord dan. Hè? Wat die vrijmetselaars gedaan hebben. De Eusebiuskerk hier in Arnhem. Ja, ha, 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 ha. Hey mensen, we hebben behoefte aan een gebouw met een hele slechte akoestiek. Ja. Maar toen kwamen wij, hoor. Dat was het begin van de 20e eeuw, was het afgelopen. Gerardus Heijmans met zijn boek De Inleiding in de Metafysica. Ik heb het hier in huis. €145 als je het op komt halen. Plus €15 aanbelkosten, want dat schrik ik altijd. En na mijn dood, alsjeblieft. Dus voor mijn begrafenis. Ik had een kilo zilver voor mijn begrafenis, maar die is gestolen. Dat had ik ook niet moeten doen. Niet moeten vertellen aan die dief dat het een kilo zilver was. En dan moet je dat doen met Inleiding in de Metafysica van Gerardus Heijmans. Ja, dat boek klopt. Dan kan Immanuel Kant en... Heidegger, die daarna zou komen met zijn sein und Zeit. Wat ook klopt, hoor. Dat is helemaal niet, verder niks mis, maar. Arthur Schopenhauer. En Søren Kierkegaard, die zijn voornaam niet mee heeft. Want die heet toch niet Søren Kierkegaard. Nee, wij Nederlanders zijn beter. Maar die Duitsers hebben dan wel meer publicaties. Maar dat maakt het alleen maar verwarrend. En Nederlanders zijn kort van woord. Kaboom. Metafysica hebben de Nederlanders gewonnen. Met Gerardus Heijmans. Jezus. Oh, wat kwam die uit de hoek. En die klooszak is geboren in. En nou ga ik het goed vertellen. Ik heb nog maar 6 minuten of zo. Gerard Heijmans. Ik moet ook nog hebben over Lutze Brouwer. Heijmans, Gerard Heijmans.
Ik reed nou heel snel. Gerardus Heijmans. Gerardus Heijmans, zo staat hij erop, ja. Verwert is hij geboren. Even kijken waar het ligt. Maps. Wist je dat bij Microsoft, dat ze daar stoned hebben geprogrammeerd? En dat die jongens dan rustig... Even kijken, dan moet ik even... Verwert. Vrijhof. Ja, ik doe gewoon even Verwert. Waar ligt het? Zo, doe nou zo. Waar is het dan? Verwert. Dat is best... Oh, dit is... Dat is hoog. Jeetje. Even kijken hoor. Dat is links van Dokkum. Zie je ze nou zo? Dat is een pokken aan het weg. Van... Oh, het is... Even kijken, het is onder Holwart. Waar woonde ik dan? Oh, ik zat daar. Zo, dat ik net zo. Ja, ze behoorlijk dicht bij... Hoe heet dat eiland? Ameland. Daar kwam die vandaan. Eén bukske, hè? In het Duits geschreven. Joh. En ik heb de Nederlandse vertaling. Joh. Dus voor €345 is die van jou. Hè? Bij mijn... ja, dan mag je ook komen meedrinken, by the way. En You Believe Me, dat zal zijn... Nou, uit ere voor... Gerardus Heijmans, Weduwe Joustra. Een litertje of drie of zo. En wat er niet opgesopen wordt, dat krijg je mee naar huis in heupflesjes. Ja, als jij 620 euro betaalt voor inleiding in de metafysica van Gerardus Heijmans, geboren te Verwert. Jeetje man. Hoe kom je van Verwert naar Groningen? Hey, ik had nog directions, kan je even vragen. Ja, het gaat over het respect voor de Nederlanders. Hè? Directions. En dan Groningen. Groningen. Ja. En dan gaan we... te voet of te fiets? Nou, het valt mee. Het is dik 3 uur fietsen. Ja. Het is een mooie route. Dan kom je ook langs Grijpskerk, Zuidhoorn of Zuidhoorn. Ik zou die bovenkant nemen. Ja, die bovenkant zou ik pakken. Ja, die is iets korter. Want anders ga je... Maar als je... Onderlangs gaat, dan kom je langs Kolm. En daar is Marianne Vaatstra gedingest. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Maar heb je de, nog steeds is het tussen de 3 en de 4 uur fietsen. Dat kan niet in één keer. Hè? Maar dan gaan we uit respect op mijn verjaardag. De dag dat ik echt verjaard ben. Dus dat mijn... uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is. En iedereen heeft even nog aan mijn schouder gerukt, van ben je wel echt dood? En iedereen zegt, ja, nou, ik heb net nog aan zijn schouder geschud, maar hij zei echt niks meer. En het was heerlijk. Eindelijk houdt Perry zijn mond. Iedereen blij. Dus €1223 voor inleiding in de metafysica... van Gerardus Heijmans. En dan die andere... Ja, zijn werk heb ik niet. Ik heb wel zijn essay... en het heet... De Droevige Wereld. Dat is Lutze Brouwer. Met zijn... intuitionistische logica.
Want die Aristotelische logica, die klopt voor geen meter. Aristoteles heeft gezegd, morgen is er een zeeslag bij Carthago, of morgen is er geen zeeslag bij Carthago. En die zinsconstructie, vanwege die disjunctie die ertussen zit, is altijd waar. Dus P, disjunctie, niet P, is gelijk aan waar. Mag je een 0 of een 1 aan toekennen, maar dat is dan waar. Ik zou zeggen een 1. Maar het is niet waar. Het is niet waar dat er morgen la 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 of niet. Dat klopt niet. P of niet P is geen tautologie. Dat is niet waar. Dat volgt uit de intuïtionistische logica. Hebben wij, hè? Wij hebben Lutse Brouwer gecreëerd. Veroorzaakt met onze taal. Aristoteles te kakken gezet. Ja, ha, 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 ha. Ja, iemand moest het doen. En niemand nam de moeite. Laten we eerlijk zijn. Je hebt die sorry voor mijn stotter, die ongelofelijke. Ja, die houdt van zo'n mooi Duits woord. De Frühsexualisierung. De Frühsexualisierung. Ja, maar Duits is een beetje roestig. Maar de Frühsexualisierung. Der Jugend. De vroegseksualisering van de jeugd. Dat is Bertrand Russell, die homo. Smeerlap was dat, hoor. En Lutse Brouwer niet. Helemaal niet. Het was erg populair onder de vrouwen, by the way. Het was een soort Nikola Tesla. In die zin, hij deed niet aan vrouwen. Wat van Christus ook gezegd, by the way. Ja, nee, maar in de naam van de roos, dan blijkt toch dat... nee, dat was die andere toch. En dat ook alweer, een andere werk. Angels en... Wat is die fan nou? Angels and Demons. Ja, Christus had een kind. Nee, Christus had niet één kind. Christus... was er het kind. Met vele volgers. Er is geen vader geweest die zoveel kinderen heeft gehad als Christus Jezus. Hoe oud zou Christus Jezus geweest zijn? Hè? Nou, iets van. Nou, 2018 was hij dan. Nou, dat is een oude man hoor. Zijn vader, nou ja, hij is mijn vader, hij is mijn broer. Ik moet er niet over zeuren. Hij kan mijn vader niet geweest zijn, man. Maar heeft respect voor het feit dat er Nederlands is. En dat je zulke grappen kan maken. En wij hebben al die dialecten. Ook nog dat leuke Fries. Dat begrijpen we toch ook binnen no time. Tegen K zeggen ze tjes. Ah. Ha, 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 ha. Hou er rekening mee. Het maakt me niet uit hè, of jij uit Arabië komt. Of Saoedi-Arabië. Of Noord... Koerdistan, maakt me geen donder uit. Maar hier in Nederland spreken wij Nederlands. Ja? Je gaat het leren, of je, nou, heb je twee mogelijkheden. Je kwijnt weg, je snapt er niks van. Je gaat een beetje lopen eikelen tegen een zwarte piet. Want je begrijpt het niet. Oh. Of je rot op naar je eigen woestijn, happeltje pup, land.
En ga daar maar brachel de brachel. Maar hier in Nederland spreken wij Nederlands. We zeiken niet. Wij zijn niet als die Duitsers. Wij zijn zuiniger in ons woord. Zie, ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Dit was lang, hè? 1 uur en 10 minuten. Ja, jullie zijn in slaap gevallen. En dat is een probleem als je eruit moet bij Soeterdam Zuid. Hier, dus nu je oortjes uitdoen. En even kijken. En oh nee, je bent toch niet het station voorbij gereden? Het station voorbij gereden? Met de trein. Nee, of zijn hamburgers. Zag ik namens de Heere Heere. Tjus. Und tak, lieberts.